Hoi, leuk dat je kijkt bij mijn video. Ik ben Julia Sarda en ik ben een tijdje gestopt met vloggen, maar vanaf deze video gaan we gewoon weer door. De reden waarom ik gestopt was met vloggen leg ik allemaal uit in een andere vlog. Eddie en ik gaan een winkelpand openen in Arnhem. En we hebben de sleutel nu al zo'n 2 maanden en we zijn ook al 2 maanden heel hard bezig met verbouwen en alles regelen. En dat is ook de reden waarom ik even gestopt was met vloggen. Ik had alleen gehoopt dat ik februari tijdens de opening weer mijn eerste vlog online kon gooien. Met kijk waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Maar helaas door de lockdown, corona, alle bouwmarkten die dicht zijn, is dat allemaal wat langzamer gegaan. En zijn we helaas nog niet klaar. Dus in plaats van een video waarbij het helemaal af is, ga ik jullie gewoon meenemen in het proces. Want we zijn er middenin en er is ook al best wel veel gebeurd. Dus jullie gaan hierna allemaal video's zien van wat de afgelopen 2 maanden gebeurd is. Vergeet vooral niet te liken, te abonneren, te commenten. En als je ons wat power wil geven, doe dan vooral zo eentje. Want we hebben het heel hard nodig. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja. Dus jongens, het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is 3 november 2020. Maar dit is een dit is een productievideo. Want we gaan vandaag iets heel spannends doen. Wij gaan het huurcontract tekenen. En nu denken jullie, maar jullie hebben toch net een huis gekocht? Ja, dat klopt, lieve mensen. Maar dit is niet voor een huis. Dit is omdat Eddie en ik en Juda, wij gaan samen een winkel openen. Yippie! 2020 Jewelry Store. It's gonna open 2021. We weten nog niet precies de datum, want we moeten natuurlijk best wel veel verbouwen en heel veel regelen en heel veel doen. En ik moet stoppen met werken en het wordt thuis even anders, maar super excited. Dus we gaan jullie meenemen in het proces, in wat we allemaal gaan doen, hoe we het gaan verbouwen, wat we allemaal moeten regelen en natuurlijk het eindresultaat. Dus kijk mee! Nou jongens, het is zover. Ik ben mijn vlogcamera vergeten net op dit moment. Dus ik doe het even met mijn telefoon. Maar... Eddie! Oh, hij is ook aan het filmen. We have a winkel! Oké, dat was heel stom. We hebben een winkel! Yay! Het is vandaag... hoeveel? 9 december. En we hebben de sleutel ontvangen. Dus we gaan aan de slag hier. Guys, dit is even geleden dat ik gevlogd heb. Het is vandaag 30 december 2020. En het was mijn laatste werkdag. Het is afgesloten en ik ben er verdrietiger om dan ik dacht. Want ik heb er natuurlijk 5 jaar gewerkt. En dat is best een lange tijd op en af. En zoveel geleerd. Hele heftige periode, maar ook hele mooie. Maar nu is het echt een soort van... Nu is het echt klaar. Gewoon ik kom niet meer terug daar om te werken. Wel nog voor tattoos en piercings natuurlijk, maar ja, tijd voor een nieuw hoofdstuk in ons leven. En ik vind dat ook heel spannend natuurlijk. Dus het zijn een beetje allemaal emoties door elkaar en het is volle maan, jongens. En, maar ja, op naar huis. Lekker met Boeddhaatje knuffelen en dan gaan we verder met hoofdstuk 2020 Jewelry. 4, 3, 2, 1. Nou, eerste obstakel of, hebben we al gehad, heb ik. De eerste echte tegenslag. En dat was namelijk een lekkage bij deze verwarming. En dat zorgde ervoor dat het hier super koud was. De ketel deed het niet. En zoals...
wij twee. We zijn net buurman en buurman, hè, babe? Ja, letterlijk. Hebben we samen de boiler gefixt. We did it with a lot of YouTube filmpjes. Dus ja, hij is aan het werken. En ik zit daarom ook nog in mijn jas. Het enige relaxte van de kou is dat al onze drankjes koud blijven. Want we hebben nog geen koelkast. En dat moeten we ook nog fixen. Zin in? Koud. Ja, fucking van zin in. Ik wil gewoon aan de slag. Ja. Ik ben klaar met wachten. Ja. En als het goed is, komt vandaag de Hornbach eindelijk langs na ongeveer een week. Bitch ass man. Hallo, dan moet ik weer gaan editen. Nee, erin laten. Na eindelijk een week, want we hebben vorige week spulletjes besteld. En in principe vinden wij de lockdown niet zo heel erg, omdat we gewoon moeten verbouwen. Het enige vervelende is dat we dus moeten bestellen. En bestellingen komen gewoon niet op tijd. Dus we lopen nu een week achter doordat de Hornbach dus zo laat komt met spullen. En dan kunnen we eindelijk muurtjes gaan plaatsen, dat wel. Dus ja, verder een beetje verven, hè, baby? Yes, sir. Ja, en mag ik ze dit al laten zien? Kleine sneak peek. Nou, van de gevelreclame is al bezig. En ik zei dat ik jullie een sneak peek ging geven, maar dat is natuurlijk totale onzin. Want jullie zien het hele geheel in één video. Dus dit gave ding waar Daan momenteel mee bezig is, dat wordt een scheidingswand. En die heb ik helemaal zelf ontworpen, maar die moet nog zwart, want hij is momenteel wit. En dan hebben we hier het logo in gedaan en die hebben we dan uit laten snijden in hout. Ja, super tof. Dus heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Zo, jullie hebben hard gewerkt. Vriendje, heb jij maar één schoen aan? Pak de tweede pakken. Wat ga je pakken? Maar er kunnen toch dingetjes onder jouw voet komen? Pak de thee. Wat hè? Pak de thee. Pak de thee? Oké. Kom, doe even je schoentje aan. Nee. Ja. Thee. Ja. Pak de thee. Pak de thee. Nou, goedemorgen, middag. Ondertussen, het is vandaag woensdag de 20ste. Er is aangekondigd dat er een avondklok komt vanaf vrijdag. En de lockdown is verlengd. En ik dacht eerst, het zou niet zo'n probleem zijn tot 9 februari dat we dicht moeten. Want we moeten nog best wel veel doen aan de winkel. Dus dat was geen probleem. Maar nu zie ik overal dat ze de lockdown tot de zomervakantie of zo willen gaan doen. En dat is wel een probleem. Want dat betekent dat we gewoon tot en met de zomervakantie niet open kunnen. Dus dan moeten we echt even alvast gaan brainstormen wat andere opties zijn. Ja. Maar ja. Tegenslagen horen erbij. It makes you stronger. En Valentijnsdag komt eraan. En misschien is het toch wel leuk om... Sorry, ik heb hier geen tijd. Om wat sieraadjes te maken voor verkoop voor Valentijnsdag. Gewoon wat kleine snoepjes. Dus ja, dat is mijn dag vandaag. Zo, dit ziet er alweer top uit. Nog een muurtje. Mooi hoor. Hier moet dan dat ding in komen. Knuffelen met mij. Ik knuffel zo vaak met jou. Wij knuffelen nooit, hè? Je lult. Nee, en wij knuffelen. Ik wil altijd met jou knuffelen, maar jij wil nooit knuffelen. Maar jij wil ook nooit knuffelen. Maar we houden wel van elkaar. Hoi,
Goedemiddag, ik zit momenteel in de winkel. Ik ben eventjes alles aan het schoonmaken, want ze komen vandaag de vitrinekasten ophangen en de toonbank brengen. Dus dat is echt... Ja, nu begint het allemaal een beetje samen te komen, behalve dan dat hier nog wel van alles moet worden gedaan. Maar dan staat dat er in ieder geval en dan hoeven we alleen nog af te werken, behangen... Een paar dingetjes moeten nog een likje verven, maar dan komen we er in ieder geval. Dus ik heb vandaag alles schoongemaakt. En it looks like this now. Dus gewoon lekker clean. En ik heb hier de tafel ook even weggehaald. Dus nu kan je ook beter zien wat het idee wordt. Hier komt dan de toonbank. Hier komt dat, ja... Ik weet nog steeds niet hoe je het moet noemen, een raamwerkachtige ding wat ik heb gemaakt. Dan wordt dat een tussenruimte, bespreekruimte. Hier komen in die nisjes de vitrinekasten, toonbank. En hier komt dan een kledingrek voor wanneer we eindelijk tijd hebben om weer nieuwe merch uit te brengen. En dit is dan atelier en momenteel nog een troepje. Dus ik ben mezelf een beetje nuttig aan het maken. Ik heb een waterkoker gekocht eindelijk. En nu wachten. En ik heb gisteren mijn pony zelf geknipt. Dat had ik ook op Reels gezet en op Instagram. Maar ik moet er nog wel een beetje aan wennen. Nou, obstakel nummer 2. Ze hebben de vitrinekasten gebracht. Maar degene die ze gebracht heeft, die heeft niet te horen gekregen dat ze moest ophangen. Terwijl dat eigenlijk wel moest. Hadden we ook voor gepeet. Maar hij had zijn apparatuur niet bij zich. Dus nu liggen ze hier. En als het goed is, komt ook zo de toonbank binnen. En ik ga even nog wat dingetjes schilderen. Ik ben eigenlijk de hele dag alleen maar aan het online shoppen. Ik heb niks gekocht wel, maar gewoon in winkelmandjes aan het gooien. Dus ja, en ze hebben de toonbank ook geleverd. Hij is echt groot. En past precies bij de muur. Nou, ik zit hier moedeloos te chillen in de winkel. Of nou ja, te chillen, te stressen. Ik heb een beetje soms het idee dat alles wat fout kan gaan, fout gaat. En momenteel word ik er gewoon zo moe van. En wij hebben alleen maar het idee dat het allemaal gewoon veel langer gaat duren en veel erger is. En nu wilden we gaan behangen, waren we vergeten dat we moesten voorstrijken. Nou, voorstrijken kan je dus niet zomaar in de winkel halen nu. Moet weer worden besteld. Oké, dan gaan we wel met de kozijnen bezig. Die moeten zwart. Hadden we allemaal zwarte verf voor besteld. Zit er witte verf in een zwarte pot? Nou, daar word je dus ook helemaal gek van. En nu is Eddie naar verschillende winkels aan het rijden. Om te kijken of we dus nog iets anders hebben. Zodat we in ieder geval aan de slag kunnen op de enige vrije dag die we hebben samen. Maar zo gaat het al de hele tijd. En ik word er helemaal gek van. Ik word overal helemaal gek van... En zien jullie mijn gezicht? Ik ben zo moe, jongens. Zijn we live? Oké, het is een dag later. Poging 2. Als het goed is, hebben we nu alles binnen. Dus kunnen we wel gewoon lekker aan de slag. En ik heb Daantje die me vandaag moet helpen. En Julia is lekker bij de oppas. Dus we kunnen nu... Hoop ik eindelijk flink door knallen vandaag. So, today it's Sunday. En Eddie en ik hebben eindelijk eventjes tijd met z'n tweeën om te gaan klussen. De ouders van Eddie die hadden aangeboden om op Juda te passen. En ook een nachtje op hem te passen. Dus we hebben heerlijk geen kind vannacht. En ja, ik vind dat echt een blessing. Omdat ik zoveel met die jongen ben dat ik hem gewoon kan opeten. En... Natuurlijk, alle bouwmarkten zijn dicht en we hebben wat spulletjes nodig. Dus we rijden even snel naar Lieve Kani en Ron. En dan gaan we daar
een standingbestje ophalen. Hm. En een lekker maaltijdje. Dinner date. Romantisch. Ja. Het ziet er wel lekker uit. Van de beren. Oké, het is 7:15. Dit hebben we weer opnieuw even gestuukt, want dat was te bobbelig. Dus die doen we later. Maar dit is de eerste. Hier komt dan de scheidingsband. En nu die. En dan zijn we nog op tijd voor de avondklok. Hoeray. Yep, het is mooi geweest voor vandaag. En allemaal dankzij / mede mogelijk gemaakt door Kadi en Roel vanwege een Stanley Meshje. Yes sir! Life safe. Oeh, wat is dat? Julia! Hebben wij donuts besteld van Royal Donuts, niet gesponsord. Donuts. Wij hebben lekker een donutje besteld. Ja. Lekker poedersuiker. Oh, dat. Hoor je dat? Eddie en ik hadden... Eddie en ik zouden vandaag met z'n tweeën gaan klussen. En dan zou hij naar de oppas gaan. Alleen het zoontje van de oppas had waterpokken. En normaal zou ik dat niet zo erg vinden als hij dat nu al krijgt. Wat was dat? Is het lekker? Maar omdat we het nu zo druk hebben deze week, is het beter van niet. Want dan kan die gewoon even... Anders had hij kunnen uitzieken, weet je wel. Dus. Lekker? Lekker donut eten. Niet alleen het suiker eten, maar ook de donut. Proost. Oké, mama. Ja. Suiker. Oh, lekker. Heb jij even geluk? Ja. Papa. En Dori. Dori? Donut. Wij zijn denk ik echt wel de hoofdsponsors van de horeca in Arnhem. Lekker eet smakelijk, schatje. Dank je, mama. Cheers. En we zijn weer lekker aan het eten. Lekker hè, baby? Ja, damn. Lekkere Burger King. En Jona is er. Jona die gaat voor ons dit tekenen. Maar je mag ook wel eten hoor, Jona. Ja, dat zeg je alleen omdat je het filmt. Als de camera uit staat, scheld je me voor rot. Ja, ik ben wel een strenge baas. Oké, jongens. Ik ben hele enge, gevaarlijke dingen aan het doen. Wat? Maar ik was met de bus. En nu was ik helemaal vergeten dat ik ook nog een heel stuk moet lopen. Dus het is nu 41. En ik moet over... Oké, 20 minuutjes thuis zijn. Ik moet nog een kwartier lopen. En ik durf te filmen, want er is like nobody on the streets. Dus ja. Ik heb het gewoon gered. En nog dik ook. Ik kom toen ik mijn snelle schoentjes aan heb. Hoi. It's me. Hey, iedereen die rijdt keihard, jongen, op straat. Zo die laatste 10 minuten. Je ziet mensen ook helemaal zo fietsen zo. Dat ze helemaal zo heen en weer gaan. In deze tas. Oh. Red ik hem dadelijk. Ik zie Eddie heel weinig, jongens. Ik zie mezelf wel veel.
Ja, en dan als we thuis zijn, dan willen we ook gewoon gelijk gaan slapen, want ons kind wordt dan 4 uur wakker. Ja, ja. Een hele goede morgen. Het sneeuwt! Ja, ik kom mee. Het sneeuwt heel heftig en wij hebben besloten om naar mama te gaan lopen in plaats van te rijden. Dus ongeveer 20 minuutjes lopen. Kom maar. Nou ja, het is dus ook al door de buren verteld. Die kwamen allemaal terug met de auto's, omdat de weg hier dus helemaal niet bestrooid is of iets. Dus ze konden gewoon niet naar werk toe. Dus vandaar dat we hebben besloten om even naar mama te lopen, want daar zijn allemaal kindjes en dat is leuk voor Juda. Alleen het heeft ons wel zeker een uur gekost om voor te bereiden. Hè? En kijk, we hebben onze cushion drinkbekers gevuld. Ik vergeet niet onze contraction. Ah, we hebben zelf een slee aan elkaar gebouwd. Ja, de slee was er al, alleen we hebben hem even vast. Ja, we hebben hem wel goed in elkaar gezet. Alleen hij wil er niet op zitten. Nee. Je gaat niet vooruit. Kom, we gaan naar oma. Ik kan niet daarachter zitten. Nou, eindstand zijn we toch maar weer terug naar huis gelopen, want het werd best wel heftig. En Juda werkte niet helemaal mee. En toen dachten we, laten we dan met de auto gaan. Maar toen zagen we dat het ook al wel misging met een paar auto's. Meer van dat ze niet uit de sneeuw konden rijden. En iedereen reed heel langzaam. En dachten, ja, dat gaan we gewoon met Juda in de auto niet doen. En we zouden vandaag ook heel veel in de winkel gaan doen. Verbouwen en alle puntjes op de i zetten, maar dat gaat dus nu ook niet door, helaas. Jammer. Maar morgen hopelijk. We hopen morgen en we hopen in ieder geval voor volgende week het meeste af te hebben. So wish us luck. En ja, dat was deze video, want ik zou hem vandaag online gooien. Dus ja, dat was het. Leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Het was weer even wennen, maar ja, ik vond het wel weer heel leuk om te doen. En vond jij het ook leuk? Vergeet dan niet om te abonneren, te liken en even gewoon iets leuks te commenten. Ik hoop je volgende week weer terug te zien. En dan hoop ik dat we gewoon wel een groter deel van de winkel af hebben. En dat we het echt op een goede manier aan jullie kunnen laten zien. Dus nou, dankjewel. Doei!